Deze tulpen zijn bezig om een wortel te maken. Dat doen ze in een zogenaamde prikbak. Hier zie je een lege prikbak en je ziet dat er allemaal pennetjes zitten. De bollen worden op die pennetjes gedrukt om te zorgen dat ze niet omhoog kunnen gaan als hun wortels gaan groeien. Midden in de bak zien jullie een blauw stopje. Dat stopje zorgt er eigenlijk voor dat het water vervangen kan worden. Als die tulpen in zo'n bak staan te wortelen, gaat op een gegeven moment de kwaliteit van het water achteruit. Daarom wordt er via die slangetje aan het plafond vers water toegevoegd. Dat water loopt helemaal van boven naar beneden door al die bakken heen, dankzij die stopjes. En dat zorgt ervoor dat de waterkwaliteit zo goed blijft dat er uiteindelijk een goede kwaliteit tulp kan worden geproduceerd.